Mag ik? Ja, we gaan deze week dus op avontuur, zoals ik al beloofd. We gaan leuke nieuwe dingen doen. Maar ik waai weg hier. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de formatie. Komen wat het kan. Ik waai hier bijna weg, joh. Het kabinet, ik blaas bijna weg, jongens. Rondje 18. Het was een hele boeiende week. Ja, gaat het nu echt beginnen? Ik heb geen idee. Nou, dus dat is deze ronde. We zijn met z'n tweeën, Wilp. Ja, waar is Herman? Die is druk. Belangrijk werk in Hilversum. Sportnieuws, hè? Steeds meer Europese topclubs zitten zonder coach. Het weer nog. Ja, precies. Ja. Het weer. Wat doet hij er ook nog bij? Ja, daar moeten we ook rekening mee houden af en toe. Ja, dus hij ja, komt haar zo. Hij heeft wel wat volume gekregen ervan. Ja, er zit ook een paar klit in. Maar leuk. Formatie, ja. Nou moeten we zelf de onderwerpen opwerpen. Ja. Wil jij het doen? Oké. Okay. Nou, Wilp, goh, waar staan we ook weer? Ja, de formatie. Nog steeds zijn ze gewoon aan het praten. Maar deze week een nieuwe vorm. Ja. Clusteren. Ik denk met een cluster van verschillende partijen. We gaan volgende week clusteren. Dus ze zet verschillende partijen bij elkaar en die gaan dan over de problemen praten. Vooral ja. De corona-aanpak, dat eerst. En in het eerste cluster... Dus groepje eigenlijk, hè? Ja, dat was een beetje het cluster waar dan de oplossing vandaan lijkt te moeten komen. 7 partijen. Veel, hè? Welke? VVD, CDA. GroenLinks. Nee, D66. PvdA en SP. En ik mis er nu één. De ChristenUnie. Oh, de ChristenUnie, ja. Ja. Dat is gelijk. Maar dat zeggen mensen, wordt dit dan het nieuwe kabinet? Is dat de samenstelling? Nou, laten we het vragen aan Rutte en Kaag. We hebben eigenlijk afgesproken daar maar een beetje stil over te zijn. Clusteren is niet klonteren. En nu ga ik naar mijn volgende afspraak. Dank. Ik help het proces ook weer niet als ik daar meer over zeg dan dit. En bovendien gaat het regenen. Tot later. Dit is wel, ik vind dit wel zorgelijk hoor. We hebben, waarom? Nou, een paar jaar geleden hadden we de langste kabinetsformatie ooit. Toen zei Rutte de hele tijd van het is niet in het belang van het proces als ik daar iets over ga vertellen. Ja. Daar zijn we nu al beland. Oh. Hij zou die nieuwe openheid toch? Hij zou toch ja, dus jij had het beter gevonden als hij had gezegd nee, maar die SP daar wil ik eigenlijk helemaal niet mee. Was duidelijker geweest. Had iets meer opgeschoten. Hadden wij ook meer te vertellen. Ja. Dus oké, hoe waarschijnlijk is het dat cluster 1 het gaat worden? Niet met die 7 partijen, maar wel met 4 of 5 ja. Of een minderheidskabinet. Maar als je een vraag aan ze wil stellen, dat is een nadeel van een cluster. Dat als ze hier met z'n 7 zijn, ze komen tegelijk naar buiten, dan zitten ze dus te kijken wanneer kan ik veilig naar buiten, wanneer staat er al iemand hier. Maar van die kant toch? Zullen wij Klaver even proberen? Extra, wat is er zo al besproken zojuist? Ja, meneer Klaver wilde eigenlijk de woordvoering doen. Maar eigenlijk moeten we dat even aan deze jongens vragen, hè? Hoe dat gaat. Die staan hier de hele tijd. Vaker dan wij. Als ze dan met z'n 7 tegelijk naar buiten komen, wat doe je dan? Keuzes maken. Keuzes. Ja, maar dat doen de verslaggevers eigenlijk. Oh, ja. Nee, maar één camera blijft staan en 2 cameraploegen gaan dan achter de ander aan die weglopen. Heb jij al veel standposten? Echt niet echt. Nee. Marleen? Dat is er bijna niet bij, hè? Ja, nee, dit is echt een soort mooi weerverslaggeefster. Nee. Ja. Ik sta hier vaak. Nee, jij bent er nog nooit geweest. Ik sta hier geweest. Vaak voor de... Hij is in die 12 jaar is hij nog nooit geweest hier. Nee, jawel. Kijk, Sander gaat het s'avonds staan vertellen alsof hij erbij is geweest, maar dat is vaak niet zo. Nee, die knippen we eruit. Ik hou hem die sfeer er nog Zullen we Herman eens opzoeken? Want hij gaat meteen naar de sport... Ja, we gaan iets leuks doen. Nou ja, Herman gaat iets leuks week beloofd. Ja, dat ik vorige keer beloofd. Wat dan? Ga je niet zo zien? Lopen. Lopen we gewoon? Ja. Tenminste, de camera? Zeker. Oh, ik wou zeggen ja. Wij lopen. Ja, wij lopen. Ja. Waar lopen we nou heen? Ga ik nog niet Wat vertellen? Is de verrassing? Nou, ik heb wel een hint. Een hint? Het is goud. Gaan we naar het paleis? Ik zeg niks. Geduld, jongeman. Ja, hier ben je denk ik... Zijn we er nou? Nee, we zijn er bijna. Hier ben ik nog nooit geweest. Nee, hè? Het is wel heel gezellig. Ik neem je mee naar wat donkere steegjes. Best een eindje wandelen ook wel. Ja, het is wel een plek waar we de komende tijd veel gaan zijn. De komende jaren zelfs. Je zei het is geen paleis. Nee, het is zeker geen paleis. Oh. Maar het is wel... De nieuwe Tweede Kamer. Een gokpaleis. Ja, en we gaan naar binnen. Wat is dit? Nou ja, wij eigenlijk niet, maar Herman wel. Waar is Herman dan? Ja, die komt eraan. Dan moeten we opschieten, want dan wordt hier nog wel hard gewerkt. Ja, want na het zomerreces zit de Tweede Kamer dus hier. Oude. En echt niet eventjes, maar een paar jaar. Hè? Ja, 5. Vind je het gezellig lijken? Nou, ik vind wel dat het grandeur uitstraalt met dat goud. Hier, kijk, dat er komt al... Kijk, daar is hij!
nog niet helemaal af. Het is nog niet helemaal af, hè? Hoe gaat het met jullie eigenlijk? Oh, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. We hebben de formatie grotendeels doorgenomen. Oh ja. Hebben jullie wat ik had gestuurd, hebben jullie dat allemaal meegenomen? Ja, we hebben je teksten voor gelezen. Ja, precies. En wij vonden het al zwaar dat alle inhoud nu op ons leunde. Dankjewel. Oké, let's go. Oh. Net het echte gebouw. Waar gaat die heen, die roltrap? Naar boven. Best grappig om hier te zijn, toch? Beste Kamervoorzitter. Nooit in de parlementaire geschiedenis is het Binnenhof verhuisd. Dat gaat wel gebeuren. En dat is echt een hele bijzondere grote prestatie. We weten allemaal, Binnenhof is natuurlijk niet te vervangen. Dat moet je ook niet proberen. Maar het is wel belangrijk dat we zo dichtbij mogelijk komen. Ik denk dat eigenlijk niemand wil verhuizen. Maar om dat te houden van het Binnenhof gaan we verhuizen. Omdat we willen dat het Binnenhof voor toekomstige generaties werkbaar, geschikt is en toegankelijk is. Daarom doen we dit. Ja. De rondleiding gaat nu... We gaan beginnen. Ja, de rondleiding. Wat doen we hier dan nog? Kan jij niet zo'n rondleiding geven zoals Rutte deed bij de Europese top? Heb je dat gezien? Ja, maar dat is wel eens weergaloos. Ik ben hier dus in het kantoor van de Belgische minister-president. Dit is het achterwandje, moet je even laten zien. De sterren van de Europese Unie. Dan staan we al even voor de vlag allemaal te schudden. In de delegatie zitten nog een paar rokers. Die kunnen dus allemaal balkon op hier om te roken. Ik weet niet of het mag eigenlijk, maar ik geloof dat ze het mag doen. Hier. Het gebouw, de Nederlandse vlag, de Europese vlag, aan het bordje en hier het busje. Jullie gaan mee? Nee, wij mogen niet ga mee, nou vanwege kijken, coronadingen. Hou je ogen open. Ik moet in mijn eentje. De ervaring. Wij go for it. Zet hem op. Ja, bedankt hè. Zullen we een koffietje drinken of zo? Gezien ik niet meer over eten praat, kunnen we het over drinken hebben. Laten wij lekker koffie drinken. We moeten sowieso uitkijken voor te hard werken. Precies. We lopen nou wel achter. Dat goud heb ik ook allemaal thuis. Nu te laat. We gaan naar de Groen van Prinsterzaal, mensen. Kamervoorzitter voelt aan de muren. Applaus. Gerecyclede petflessen. U klapte net al prachtig voor de akoestiek. Zou dat nog één keer kunnen, dat we hem samen even testen? Heel droog. Zijn we al te laat? Ja, sorry. Oh, sorry. We zijn alweer te laat. We gaan naar de plenaire zaal. Nou, de trap doet het ook. De publieke tribune. Schitterend uitzicht. Neem ik jullie nu mee naar de nieuwe TK. Ziet u het zitten hier? Ja, zeker. Even. We moeten er even doorheen kijken, zegt ze ook altijd, hè, bij een verbouwing. Ja, dat sowieso, ja. Ik vind het wel mooi tapijt daar. Ja, vind ik ook, ja. Zeg, en dat goud allemaal beneden, want dit is natuurlijk ook... heeft u dat mogen uitzoeken, of is dat allemaal... Het is okergeel. Oh, zo. Dank u. Alsjeblieft. Het is dus okergeel en geen goud, hè? Is dit de patatbalie? Dat is waar jullie werken. Oh, dit is waar we werken. En als je hier klapt, krijg je dan? Nee. We gaan eruit. Waarom moeten we eruit? Ik loop achter je aan. En waar heb je Marleen en Xander? Ja, die zitten volgens mij buiten lekker koffie te drinken. Oh. Heb je iets met je? Heb je al wat gekozen? Nee, ik wil gewoon een koffietje eigenlijk. Niks te eten? Nou, misschien zo'n... Nee, kijk dan niet. Even naar het eten. We moeten nu even ontspannen. Ja, je wilt de hele tijd maar weer over die formatie praten, maar we moeten ook af en toe... Maar geef toe. De afgelopen tijd. Was een gekke tijd. Ik ken wel iemand die dingen moeilijk los kan laten, denk ik. Ik denk ook dat het hem een heel goed Kamerlid maakt. Maar... Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, ja, die meldde deze week dus dat hij 4 maanden nog thuis blijft. Ja, wat me opviel aan Hoekstra, zijn partijleider, die zei dat hij dat heel stoer vond. Ik snap heel goed deze beslissing. Ik vind het ook stoer dat hij dat aandurft. Ik denk dat hij bedoelt dat hij het stoer vond dat hij dat durft te zeggen dat hij meer tijd nodig heeft. Ja, omdat het inderdaad normaal ga je maar door. Ja. Typerend voor Den Haag natuurlijk ook. Hè? Is nogal wat druk op Pieter Omtzigt. Ik bedoel, het is de meest gebruikte naam in 2021, zitten we toch? Ja, dat is dan de vraag. Heeft het ook effect op de formatie dat hij er nu 4 maanden niet is? Ik zou zeggen dat het beperkt is. Ja, ik vind het ook een beetje ver gaan om te zeggen, nu kunnen ze lekker door. Nee.
Volgens mij is dat niet echt zo. Hoewel ik wel denk dat het CDA nu wel doorgaat. Maar dat hadden ze denk ik ook gedaan als die weer terug. Maar vroeg of laat komt Pieter Omtzigt toch gewoon terug. Ja. Zijn ideeën staan ook in een boek. Daar heeft hij heel duidelijk is hij over geweest. Een nieuw sociaal contract. Dat zullen ze als CDA mee moeten nemen in de gesprek over een nieuw kabinet. Ja. Er is nog iemand die deze week... Minister van het Woud. Ja, heeft zich ook gezegd, ik moet er even uit, ik heb een burn-out. Het is net de minister die over de steunpakketten gaat. Is dat dan ingewikkeld? Ja, want de dag toen hij meldde dat hij burn-out had, zou eigenlijk de dag zijn dat ze een nieuwe steunpakket zouden aankondigen. En nu doen ze dat pas vandaag. Jij moet zo naar die persconferentie. Ja, ik moet er zo heen. Dus hoe moet zit even... er weer nog? Oh, ik heb geen horloge. Wacht even. 38. Het is bijna tijd voor de persconferentie. Ben je wel even tot rust gekomen? Ik vond het wel fijn om even met je te praten. Oh, ja, okay. Ik ga even mijn ding doen. Dus. Nou, haast jij je daarheen. Ik wacht even op Herman. Komen jullie zo meteen nog even? Ja, we komen zo. Oké. Halen we hier op. Is er iets bij me? Doei. Je maakt me wel zorgen hoor. Ze ontstresst te weinig. Dit naar binnen. Jij moet naar binnen. Ja. Oh, we willen gewoon samen naar binnen, toch? Ja. Kijk, ze kunnen meteen. Ik raak dus wel een beetje de weg kwijt. En dan wil ik hier naar boven en naar beneden. Ik was nog even naar boven en naar beneden. Voor het gevoel. Nou, dat is best wel een lekker gevoel. Het lijkt op dat we, het is een uurtje later, we mogen er bijna uit. We mogen er niet uit, meneer Knops. U heeft het heel goed dichtgemaakt, maar het gaat nou niet meer open. Ja, dus de beveiliging is goed op orde. En moet ziens. Dank u wel. Als we nou omdraaien, dan zeggen sommige mensen, ja, het is een beetje een casino. Je moet er van houden. Kijk, dat gebouw van Buitenlandse Zaken, dat stond er. Dat heeft natuurlijk ook al een bepaalde uitstraling. Er is contrast nu met die Tweede Kamer. Ja. Ik vind het vooral aan de binnenkant mooi. Fijn dat we even binnen moeten. Ja, oké. Okay. Nou, tot snel weer dan. Ja hoor, dag. Nou, bedankt Marleen dat ik hier naartoe mocht. Ook werken bij de NOS. Ik weet alleen niet waar jullie zijn. Ik ga wel even bellen. We zijn bij Nieuwsport. Kom je die kant op als je klaar bent? Ja, dat is goed. Nou. Hey. Dat is even rustig, man. Hoe was het? Super veel energie uit de nieuwe Tweede Kamer gekomen. Ja, was het leuk? Spectaculair. Was het een leuke rondleiding? Het is ook een geel, zandgeel, lichte kleur. Mooi tapijt. Ja, heren. Ja, je mag in het midden. Oh, gezellig. Oké, ik heb een beetje haast. Hoezo? Je moet ook nog monteren. Ik heb nog 40 minuten. Wel leuk dat ik jullie weer eens een keer zie, jongens. Jongens, hoe was het? Ja, bij mij was het goed binnen. Superveel. Ja, wat spannend. Ik weet niet, dynamisch. Hier was het ook leuk. 6 miljard voor de komende 3 maanden. We zitten nu op 80 miljard aan steun. 6 miljard. Doen we gewoon even op zo'n namiddag. Wel interessant, hè? Dus we gaan dus die bedrijven al die steunmaatregelen verlengen. En er is best wel veel discussie over onder economen, want het gaat nu allemaal wat beter. Ze zeggen, ja, moet je niet ook een keer gaan afbouwen? Maar ik heb Hoekstra daarnaar gevraagd. En Koolbees. En die zei allemaal dit. Tik, 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 tik. En ook steeds meer geluiden die zeggen, het moet een keer stoppen met die steun. Ja, ja, en daar ben ik het ook zeer mee eens. En dat moet je niet te laat doen, want dan gooi je geld weg. En je moet ook niet te vroeg doen, want dan gaan er ondernemingen kapot. Dus de dilemma's worden ingewikkelder, maar we hebben toch besloten om het door te trekken. Juist om... die onzekerheid, die er bij veel ondernemers nog steeds is, om die onzekerheid weg te nemen. Moet je werken? Ja, sorry. Anders krijg je echt stress. Oké, nou snel weg. Wat jij nu voor? 6 uur. Ja, dus snel monteren. Je hebt nog 3 kwartier. Ja. Doei jongens. Doei. Tot volgende week. Oh, ze gaat echt weg. Tot volgende week. Leuk dat je keek. Oh, dat is heel dichtbij. Oh, heel dichtbij. Cameras mogen wij door? Cameraman strok zich dood. Het is al afgerond. Nee, maar Hugo, er is dus vrijdagavond persconferentie. Vrijdagavond, leuk. Maar die jongen kon zich gewoon niet meer inhouden. Dat is ook goed nieuws. Alle seinen staan op groen en daarom willen we dat die volgende stap op het openingsplan ingaat op 5 juni. Er was ineens niks meer te zeuren door de journalisten bij de jongen, dus helemaal opgelucht. Vragen? Dat was wel de kortste persconferentie die ik ooit heb gegeven. Nog iemand onzin verhalen over dat ik altijd zo lang van stof ben ofzo? Of, dat is helemaal niet waar dus. Hè? Wat ga je doen het weekend? Iets leuks? Ik hoop een beetje buiten zitten. Oh, dat is een goede nu al. Nou, ik blijf gewoon hangen hier. Nou, ach, volgende week. Beetje buiten zitten.